In de eerste video maakten we een roe. Daarna maakten we een bechamel saus van de roe. En nu gaan we nog weer een stapje verder, want we gaan een kaassaus maken. En eigenlijk werkt hij een beetje hetzelfde als de bechamel saus. Je maakt dus eerst ook een bechamel saus en dan voeg je kaas toe om er een kaassaus van te maken. Dan begin je natuurlijk weer met je boter. Klein klontje boter in de pan. Dat laat je weer smelten. En ik zei het net ook al, ik doe dit heel vaak niet op gewicht, maar gewoon op gevoel. Een lepeltje boter en 2 lepeltjes bloem. Dat vind ik zelf makkelijker dan afwegen. Zo. 2 lepeltjes bloem erbij. En dit ga je weer roeren. Nou, en bij de bechamel saus deed ik het eerst ook meteen wat zout en peper bij. Dat doen we nu niet, want die kaas die is natuurlijk ook zout. Dit laten we heel even weer wat bleker worden. Goede oefening om vaak even een roe te maken. Nou, en kaassaus is natuurlijk altijd lekker over groenten. Je kunt in plaats van een bechamelsaus ook een kaassaus in je lasagne doen. Je doet toch een kaas weer in je lasagne. Je kunt hem ook nog wat dikker maken. Dat je hem echt, dat je een dikke saus maakt. Dan heb je kaasfondue. Ook erg lekker. Dat is ook natuurlijk erg lekker. Een kaasfondue. En je kunt hem zelfs zo dik maken dat je echt een dikke, dat hij weer zo wordt als het hier nu is. En dan kun je er kaaskroketjes van maken. Misschien gaan we dat nog wel even in een andere video doen. Kijk, nou zie je weer dat hij mooi wat bleker wordt en dat betekent dat die bloem gegaard is. Nou, en dan begin je weer met melk. Je mag ook water gebruiken. Mijn pannetje is een beetje aan de warme kant, dus ik zet hem wat zachter. Ik ben ook nog een beetje aan het oefenen met het koken op mijn elektrisch stelletje. In mijn kookstudio heb ik dit stelletje, maar in mijn eigen keuken heb ik gas en dat werkt toch anders. Dus stel nou, je bent ergens anders en die hebben een ander fornuis met andere pannen. Begin dan ook weer zachter. Goed roeren. En zodra die een beetje dikker wordt, doe je er weer het melk bij. Soms lukt het niet helemaal om de klontjes eruit te krijgen. Dat geeft niks. Je kunt hem ook altijd even met een staafmixer doen. Als je goed genoeg roert, dan lukt het meestal wel. En soms zijn de klontjes een beetje eigenwijs. Je kunt ze ook eventueel even pletten met een vork. Even een beetje kapot maken. Ik heb een garde met een gat erin. Maar als je een gewone garde hebt, dan lukt het ook wel met de garde. Beetje melk erbij, want hij wordt weer wat dikker. Nou, en dit is ook weer zoiets, op een gegeven moment dan weet je van, oh, zoveel roe geeft zoveel saus.
Dus dan kun je ook wat grotere blokjes erin maken. Nou, en ik zei al, we maken een kaassaus. Nu kun je in de winkel gewoon geraspte kaas kopen. Maar je kunt natuurlijk ook zelf je eigen kaas raspen. Dat geeft ook weer minder verspilling. Dan gebruik je de restjes van je kaas. Nou ja, waar je eigenlijk niet meer een boterham van kunt schijnen. En dan doe je dat even in een kaasmolentje. Of met een handrasp. Als je het met een handrasp doet, kijk dan wel uit voor je vingers. Als je heel vaak kaas moet raspen, of heel vaak geraspte kaas koopt, dan is een kaasmolentje uiteindelijk goedkoper. En het nadeel van kaas, geraspte kaas uit winkel, is dat daar vaak zetmeel aan toegevoegd is. Dus dan is je ook, dan blijft het minder plakken. Ja, dan heb je dus wel weer een toevoeging waar je niet op zit te wachten. En natuurlijk hou je ook je sausje in de gaten. Je mag uiteraard ook voordat je begint de kaas raspen. Ik doe het nu even tussendoor. Maar dat is natuurlijk verstandig op het moment dat je gaat oefenen dat je eerst de kaas raspt. En als er dan geen klontjes meer in je saus zitten, als het mooi glad is, dan kun je kaas erbij doen. Dan doe je eerst kleine plukjes kaas erbij. En dan heb je hem ook op laag vuur. En dan zie je ook dus dat hij snel wat dikker wordt. Dus dan kun je eventueel nog een beetje melk toevoegen. Zo. En dit is natuurlijk ook weer op smaak, hè. En die kaas, die laat je rustig smelten. Op het moment dat je denkt, hij is nu wel heel dik, dan voeg je gewoon een heel klein scheutje melk toe. Doordat hij warm blijft, gaat die roer natuurlijk ook weer meer zorgen dat hij indikt. En doordat kaas ook weer dik is, wordt hij gewoon weer dikker. En nu zie je ook dat hij eigenlijk vrij wit blijft. En normaal gesproken, als je kaas koopt, een kaassaus koopt in de winkel, dan, dan is hij veel geler. Dat komt omdat daar vaak kleurstof aan toegevoegd is. Als je nou zegt van, ik wil echt het verschil zien tussen een bechamelsaus en een kaassaus, want ik heb ze beide op tafel staan, dan kun je een heel klein beetje kurkuma toevoegen. Dat geeft een gele kleur. En dan heb je wat een gelere kaassaus. Nou, dan is het een kwestie van weer even proeven. En als hij dan lekker kaasig is, dan ben je klaar met je kaassaus.